Lieve minister Carola Schouten, ik weet niet meer hoe ik het anders moet doen. Ik dacht in het begin, ik pak de auto, ik rij naar Den Haag, ik loop naar binnen en ik zeg, kom op Carola, het is gewoon tijd om naar Limburg te komen. We zijn nu al zo lang aan het mailen en aan het schrijven. En toen dacht ik, maar ja, Carola is natuurlijk gewoon een hele moderne vrouw. Die kan ik gewoon van vrouw tot vrouw, ja, op een wijze zoals gebruikelijk in 2019 is, proberen te bereiken. En dat doe ik gewoon nu middels mijn vlogje. Waar gaat het helemaal over? Een bezoek aan Limburg, aan misschien wel de allermooiste provincie van Nederland. Vinden wij natuurlijk zeker de allermooiste provincie van Nederland. Maar ook hier gebeurt er zo ongelooflijk veel op het gebied van agro. En zijn er zo ontzettend veel prachtige nieuwe projecten die ook geheel aansluiten bij uw visie op de landbouw en de natuur. En hoe u denkt dat die zich moet gaan ontwikkelen in Nederland. Ik mag een stukje communicatie doen voor Lambertina's Hoeve. Op dit moment de allerduurzaamste, modernste, innovatieve kippenboerderij die we überhaupt in Nederland hebben. Alle dames, de kippen, staan te hijgen in mijn nek. Ze willen u zien, ze willen u welkom heten. En natuurlijk de fanfare uit Kastraai wil u welkom heten. En de eigenaar, de visionair Erik Thiele wil u welkom heten. En dit hebben we alles besproken met een x-aantal kopstukken in het Limburgse, die er ook allemaal bij willen zijn. Maar we missen u, lieve Carola Schouten. Onze minister, wordt het niet eens tijd dat u naar de mooiste provincie, nou, in ieder geval een prachtige, agro-rijke provincie komt. En we ontvangen u graag. Ergens op uw bureau ligt een mailtje, ligt een brief en waarschijnlijk ook een notitie met allemaal namen van de provincie. ik zal ze maar niet noemen. We zien u graag. We horen heel graag van u. En time management is alles. En we hebben nog weinig tijd. Dus komt u in mei. En wat moeten we nog meer doen om u hier te krijgen? Ik en iedereen met mij heet u van harte welkom. Bellen, mailen, schrijven of stuur een vlogje terug. We horen graag van u.